Wat wel opvallend is, ik heb een hoofdstukje over intellectuelen erin gezet, dat de mensen die wij als de denkende klasse zien, ik noem ze geloof ik de denkende of weldenkend Nederland, noem ik het op een gegeven moment ook. Dus de mensen die van zichzelf vinden dat ze goed kunnen nadenken en dat ze goede boeken hebben gelezen en het allemaal geweldig zien, die zijn vaak enorm zeg maar sympathiek met de macht. Die praten mee met de gevestigde partijen. Die hangen vaak tegen VVD, D66, PvdA aan. En juist van mensen die nadenken en schrijven en academisch zijn, verwacht ik wat meer kritische houding. En daar verbaast me ook zo dat er zo weinig mensen kritisch over woke schrijven.